De Voedselbank Groningen is op zoek naar meer computers. De organisatie geeft sinds kort computerlessen aan cliënten. Maar de meeste cursisten hebben zelf geen computer. De cursus is mogelijk geworden door een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen in het zogeheten Armoedepact. Zo levert het Alpha College de docenten, Lentis de technische ondersteuning en de Voedselbank de lesruimte. Er zijn inmiddels 20 deelnemers aan de slag met de computerles. De cursisten zijn zeer enthousiast. En ze hebben er echt lol in. Alleen het probleem is gewoon: uh, zij hebben hier goede computers. En thuis hebben ze vaak geen computer. Of een, een computer die dus niet dat aankan wat ze hier leren. Dus het huiswerk uh, en het oefenen, dat, uh, ja, dat staat een beetje onder druk. De cursus is bedoeld om mensen wegwijs te maken in de wereld van computers. En zo ook de kansen van de deelnemers in de maatschappij te vergroten. Om uh, voor bepaalde mensen een startpositie uh, wat belangrijker te maken is het, uh, is het noodzakelijk dat je in ieder geval de basisvaardigheden van uh, de computer kent. Uh, daarbij, ja, je ziet toch binnen onze klantenkring toch een bepaalde sociaal isolement van bepaalde mensen. En het is natuurlijk ook een uh, ideale middel om uit dat isolement te geraken. De voedselbank hoopt dat bedrijven, instanties of particulieren gebruikte computers doneren zodat de deelnemers eindelijk hun huiswerk kunnen maken.